Deze video gaat over de grafieken van sinus en cosinus. In deze video ga ik je laten zien hoe de grafieken van sinus en cosinus eruit zien. Tot nu toe hebben we sinus en cosinus alleen maar gebruikt om hoeken mee te berekenen. We hebben dat gedaan in graden en radialen, maar altijd ging het erom berekenen een hoek. Maar sinus en cosinus, daarvan kan ik ook een grafiek tekenen. En in deze video gaat het erover hoe ziet die grafiek eruit en welke kenmerken heeft nu de grafiek van sinus en de grafiek van cosinus. Nou, we kijken eerst even naar de grafiek van de sinus. Je ziet hierbovenaan staat de standaard sinusfunctie. Dat is gewoon de meest simpele sinusfunctie die er is en dat is i is sinus x. Je ziet, hè, we hebben nu die letter x, die staat achter die sinus en die staat tussen haakjes. En dit geeft ons dus de grafiek van de sinus. Nou, hoe ziet de standaardgrafiek van de sinus eruit? Die zie je hieronder getekend. En als je in het assenstelsel kijkt, dan vallen je als het goed is een aantal dingen op. Eerst wat opvalt is dat we op de x-as wel een beetje een bijzondere schaalverdeling hebben gekozen. We hebben namelijk op de x-as stapjes gezet van pi. En in de vorige video hebben we het gehad over radialen. Radialen drukken we heel vaak uit in stukjes van pi, want dat was lekker makkelijk, hè? want pi radialen was hetzelfde als 180 graden. Nou, en diezelfde radialen met pi die zie je hier dus ook weer terug op die x-as. Dus als jij je rekenmachine deze grafiek bij de sinus wil laten tekenen, dan moet je er dus ook voor zorgen dat jouw rekenmachine staat ingesteld op radialen. Want je hebt radialen nodig voor die x-as. En waarom heb je die radialen nodig? Nou kijk, die sinusfunctie het maakt van die golfbewegingen. En die sinusfunctie is een zogenaamde periodieke functie. Wat wil dat zeggen? Als ik mijn x-as langer maak, dan blijft die sinusfunctie steeds diezelfde golfjes maken. Dus die sinusfunctie die herhaalt zichzelf steeds. En wat ik zie is dat die sinusfunctie die gaat zich herhalen vanaf het punt hier zo na 2π. Want hier gaat die omhoog, helemaal naar beneden. En dan is hij vanaf hier weer in de x-as en dan is hij eigenlijk weer op hetzelfde punt aangekomen als hier. En vanaf hier gaat hij dus ook weer precies dezelfde beweging maken. Dus omhoog, naar beneden en weer naar die x-as. Waarom zijn die radialen dan zo belangrijk? Nou, door die radialen te gebruiken heb ik dus 2π op de x-as. En dan weet ik dus oké, okay, vanaf 2π gaat hij zich weer mooi herhalen. Dus bij het tekenen van de grafiek van sinus zetten we dus radialen op de x-as. Want dat sluit heel mooi aan bij die golfbeweging van die sinus. Nou, verder zie je op de i-as gaan we van min 1 tot 1. En ook dat is belangrijk, want de standaard sinusfunctie die komt nooit hoger dan 1. En hij komt ook nooit lager dan min 1. Nou, van de sinusfunctie moet je een aantal kenmerken kennen. En het eerste kenmerk dat is de zogenaamde evenwichtstand. De evenwichtstand dat is een lijn, een horizontale lijn, die zich precies in het midden van deze sinusgrafiek bevindt. Dus wat gaan we doen? We gaan even kijken waar bevindt het midden zich. Nou, het midden is toevallig hier de x-as, want bij de standaard sinusfunctie is het midden de x-as. En het midden, dus deze lijn, die x-as, die noemen we dan de evenwichtsstand. Ik zal het er ook even bijzetten. Deze lijn is de evenwichtsstand. Dat mag je gewoon afkorten? Evenwichtsstand. Dus de lijn in het midden van de grafiek. Dat is de eerste kenmerk. Tweede kenmerk is de amplitude. En de amplitude, dat is het stuk tussen de evenwichtstand en de top van een grafiek in. Dus het stuk precies hier tussen, ik doe het even met een stippellijntje, zo. Dit stukje, dat noemen we de amplitude. En ook dat zat ik er even bij, ik ga het ook even afkorten met A en P. De amplitude is dus het stuk tussen de evenwichtstand en het maximum. En die amplitude, die heeft hier zo een lengte van 1 en diezelfde amplitude bevindt zich eigenlijk ook hier hè? want amplitude is ook het stukje tussen de evenwichtstand en het minimum dat stuk is even lang die heeft ook een lengte van 1 dus amplitude is het tweede kenmerk van de evenwichtstand tot de top het derde kenmerk van zo'n grafiek is de periode en de periode geeft aan hoe lang duurt het voordat deze grafiek zich gaat herhalen ik had het er net al over, deze grafiek is periodiek, hij herhaalt zich steeds en vanaf wanneer herhaalt hij zich? Nou, hij begint bij 0, gaat hij omhoog, helemaal naar beneden, komt hij bij 2π, dat hebben we net ook al even besproken, en vanaf 2π gaat hij weer omhoog en dan gaat hij weer naar beneden en dan weer terug naar het midden. Dus de periode is, hoe lang duurt het voordat deze grafiek zich herhaalt? Dat duurt dus van 0 tot 2π, oftewel dat duurt dus 2π. Dus ik zal hieronder, ga ik dat even met een pijl doen. Dit stuk, zo, dit is de periode. Want de periode, die geeft dus aan hoe lang duurt het voordat deze grafiek zich gaat herhalen. Het laatste punt wat we moeten bespreken, het laatste kenmerk van de sinusfunctie, dat is het zogenaamde beginpunt. En het beginpunt, dat is het punt waaruit de sinusfunctie stijgend door de evenwichtstand gaat. Dus we gaan op zoek in deze tekening naar het punt waar onze sinusfunctie stijgend door de evenwichtstand gaat. Dat is op twee plekken het geval. Maar we kiezen dan altijd het eerste punt, want dat is voor onszelf makkelijker. Het eerste punt waar deze grafiek stijgend door de evenwichtstand gaat, dat is hier zo in de oorsprong. Want de evenwichtstand hadden we net besproken, dat is die lijn in het midden. Wanneer gaat die daar stijgend doorheen? Nou dat is hier. En daar. Maar we kiezen altijd de eerste van de twee. Dus deze hier zo. Die noemen we het beginpunt. Dus dat punt hier zet het er even bij met een pijltje. Dit is het beginpunt. Oké, okay, nu hebben we dus de vier kenmerken van de sinusfunctie besproken. Evenwichtstand, dat is het midden. Amplitude is de afstand tussen de evenwichtstand en de top. Periode, hoe lang duurt het fotografiek de grafiek zich herhaalt? En tenslotte het beginpunt en dat is dus wanneer gaat de sinusfunctie voor het eerst stijgend door de evenwichtstand. Oké, okay, dat was de sinusfunctie. Nu gaan we naar de cosinusfunctie en de cosinusfunctie, ook daarvan heb ik de formule als eerste even opgeschreven. Die is eigenlijk gewoon hetzelfde als die van de sinus, maar nu is de sinus een cosinus geworden. Hieronder zie je de tekening en bij deze tekening vallen er ook een aantal dingen op. Ten eerste zie je dat we op de x-as weer dezelfde schaalverdeling hebben gebruikt als bij de sinusfunctie. Ook nu hebben we weer radialen, 0, pi, 2pi, etc. En we kiezen ook weer voor radialen omdat het ervoor zorgt dat je die mooie boogjes krijgt en ook eigenlijk een hele logische verdeling. Op onze ijas gaan we weer van min 1 tot 1. Hadden we bij de sinus ook. Maar je ziet wel dat de vorm van die cosinus totaal anders is. Kijk, ook dit zijn boogjes, maar de sinus begint in de evenwichtstand, bij de oorsprong. En die cosinus die begint bovenaan. En dat is eigenlijk ook meteen het belangrijkste verschil tussen de sinus. En de cosinus grafiek, namelijk de sinus begint in de evenwichtstand en gaat dan omhoog. En de cosinus die begint meteen in het topje, gaat daarna helemaal naar beneden, dan gaat hij helemaal omhoog en zo gaat hij door. Hè, voor die cosinus geldt ook, vanaf hier gaat hij zich herhalen, want hij is periodiek. Net als de grafiek van de sinus, heeft ook de grafiek van de cosinus vier kenmerken. En die kenmerken die zijn ongeveer hetzelfde. We hadden net bij de sinus als eerst besproken het kenmerk evenwichtstand. En het evenwichtstand was dus de lijn die zich precies in het midden van de grafiek bevond. Nou, de cosinus heeft ook een evenwichtstand. En ook dat is de lijn in het midden. En ook hier in het midden, dat is in dit geval precies de x-as. Dus een van de kenmerken van de cosinus is de evenwichtstand. En die zet ik even hier neer. Dat is dus deze lijn. Het tweede kenmerk wat we van de sinus hadden besproken, dat was de amplitude. Amplitude was het stuk tussen de evenwichtstand en de top. Nou, dat hebben we bij de cosinus ook. Tussen de evenwichtstand en de top, dat is het stukje hier tussen. Maar het mag ook zo, hè? van hier naar het minimum. Dat stuk ga ik even gebruiken. Dit stukje met een stippellijntje is de amplitude. Die twee kenmerken zijn dus precies hetzelfde. Gaan we naar het volgende kenmerk en dat was de periode. De periode gaf aan hoe lang duurt het voordat die grafiek zich gaat herhalen. Laten we even kijken bij onze cosinusfunctie. Hoe lang duurt het voordat de cosinus zich herhaalt? Nou, hij begint in het hoogste punt, dan gaat hij naar beneden, hebben we pi gehad. En dan gaat hij weer opnieuw naar het hoogste punt, dan zitten we op 2pi. En vanaf dit moment gaat hij weer naar beneden en gaat hij zich dus weer herhalen. Dus hoe lang duurt het? Van 0 tot 2pi. En dus is de periode van de cosinus precies hetzelfde als de periode van de sinus, namelijk 2pi. Dus we gaan noteren, Ik zit hier onder weer even met een pijltje. Dit stuk is dus de periode. En ook hier gaat het er dus over hoe lang duurt het voordat die grafiek zich weer gaat herhalen. Het laatste kenmerk wat we hadden besproken van de sinusfunctie was het beginpunt. En dat is het enige kenmerk waarbij er een verschil is tussen deze twee grafieken. Het beginpunt van de sinus vond je door te kijken waar gaat de sinus stijgend door de evenwichtstand. Nou, waar was dat het geval? Dat was hier zo, hè? meteen in het begin, in de oorsprong. Vanaf dat moment ging die voor het eerst stijgend door de evenwichtstand. Bij de cosinus vind je het beginpunt door te kijken naar de eerste top. Dus waar bevindt de eerste top zich? Die bevindt zich hier helemaal bovenaan. Dus het punt hier bovenaan, dit punt is het beginpunt van de cosinus. Dus als je het beginpunt van de cosinus wil weten, dan ga je dus niet, net als bij de sinus, kijken naar wanneer die voor het eerst stijgend door de evenwichtstand gaat. Maar je kijkt gewoon, oké, okay, waar is de eerste top? Nou, de eerste top bevindt zich daar en dat is dus het beginpunt. Dus wat hebben we besproken in deze video? Grafiek van de sinus, grafiek van de cosinus. Allebei hebben ze vier kenmerken en die kenmerken die moet je weten. Je moet dus ook weten dat het laatste kenmerk, dat beginpunt, dat is dus een duidelijk verschil tussen deze twee grafieken. Handig hè, zo'n uitlegvideo? Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.